Ik ben me 5 weken bewust geweest van het feit dat hij er niet meer zou kunnen zijn. En elke dag was een meevaller. En toen het steeds maar ging meevallen, toen kwam de hoop. En die hoop hebben we even gehouden. En mijn vader ook. Toen hij zei, ja, hij kon niet meer praten. Hij kon letters aanwijzen. En hij wees op een gegeven moment aan, als ik hier uitkom, dan geef ik een groot feest. Ja, nou, zo was hij dan. Ja, dan zie je ineens weer zo'n fragment. Even, ik moet weer even wegslikken. Maar dat was zijn bedoeling wel, dat hij daar weer uitkwam, ja. Maar dat feest, de locatie hebben we wel gebruikt van het feest, of voor het afscheid.